Deze moeten hier. En deze moeten daar. Oké, jongens, we staan hier bij... Ja, ik weet niet eens hoe ik het moet noemen. Benny is bezig met het huis van Fred. We zijn vorige aflevering gestrand op dit onbewoonde eiland. En laten we maar eens even kijken wat Benny allemaal gedaan heeft. Ik heb brood en water van hem gekregen in de tussentijd. Verder heb ik helemaal geen spullen nog. Dus dat moeten we ook nog regelen. Goedemorgen, Benny. Ik zie dat je al druk bezig bent. Ja, zeker. Ik heb... Ja. Ja, dat eigenlijk. Ga je niet een uitleg geven? Het is gewoon, dat is het. Nou ja, als je een uitlegt wil ik je die best geven. Ja, en wat ben je allemaal aan het doen? Ik heb gevraagd aan je of je het huis van Fred wilde bouwen natuurlijk. En ik zie dat je druk bezig bent met... Waarom is het zo diep? Wil je een zwembad toevoegen? Een kelder of zo? Wat is het? Nou ja, wie weet. Voor een uitbreiding. Maar ik heb daar wat zand gestort. Want het, de grond die verzakte. Dus dat moest wel. Waarom moet je daar zand in? Waarom moet je zo moeilijk trouwens? Als ik een huis bouw, dan plaats ik gewoon een paar houten planken en groene blokken voor Fred ertussen. En is het klaar. Waarom moet jij een hele constructie omgeving zoals dit hebben gecreëerd? Wil je niet op mijn grindbak staan? Oh, sorry. Sorry. Nee, geen probleem. Maar goed, ik moet toch wel de fundering in alles goed hebben. Je wilt toch niet dat het huis gaat verzakken? Nee, tuurlijk wil ik niet dat het huis gaat verzakken. Maar in principe is het... Ja, tuurlijk. Oké, het zal vast nodig zijn. En wat is dat daar? Dit is de container. De meubels zijn ook al geleverd. De meubels zijn al geleverd? Dit is een container? Jazeker, kijk maar. Oh, geleverd? Waar heb je dit besteld? Ik dacht dat je de enige was. Ja, dat klopt. Ik heb het zelf geleverd. Waarom is zo'n grote container allemaal groene meubels hier binnen? Ziet er goed uit. Het ziet er goed uit, Benny. Ja, ja. De kastjes zijn er, de tafels, de koelkast. Het staat er al allemaal. Het is allemaal klaar om geïnstalleerd te worden. Alleen ja, het huis zelf moet er natuurlijk nog komen. Ja, okay. Dat klopt. Maar ja, dat duurt. Rome is ook niet in één dag gebouwd. Nee, dat snap ik. Maar ik had eigenlijk eerlijk gezegd gehoopt dat we nu al een huis zouden hebben. Want we zijn inmiddels natuurlijk in aflevering 2. En er staat nog niks. Nee, dat klopt. Maar Fred vond het allemaal wel prima zo. Hij zei, het moet goed. Waar is Fred? Ja, die is naar die ene... hoe heet het? Naar die holbewoner toe waar hij het elke keer over heeft. Ik denk, hij maakt een grapje, maar hij zei, ik ga er naartoe. Holbewoner? Mm. Hij is nou... Welke holbewoner? Ja, dat weet ik ook niet. Hij zei elke keer, holbewoner dit, holbewoner dat. En... Jij zei dat je de enige was op dit eiland, naast ons twee dus. Maar jij kwam ook in één keer aanlopen. maar dat blijkt dus nu ook een holbewoner te zijn. Ja, weet ik veel. Dat heb ik ook niet bedacht. daar in de bosjes. Ja, nou ja, daar in de bosjes of daar boven op de berg. Ik weet het niet meer wat hij zei. Fred, die heeft van alles verteld. Weet je, ik ga wel verzoeken naar Fred. Ga jij lekker rustig verder met bouwen? Ik hoop dat dit natuurlijk snel af is, want want als die Fred niet zoveel tegen me aan had lopen praten, dan was het huis nu al af geweest. Dan maar die robot bleef maar praten. Ja, dat is Fred, dus in dat opzicht... Weet je, ik ga wel zoeken. Ik ga Fred vinden en dan kom ik zo meteen terug. Wil je nog wat water? Nee. Oh, nou, dan drink ik het op. Wil je glas wel terug? Nee. Hier, dan krijg je glas terug. Moet in de vaat wassen. Dankjewel. Nou, ik spreek je later, Benny. Ik ga kijken of ik even Fred kan vinden bij een holbewoner in de bosjes. Ik snap het nog steeds niet. Die Benny is ook een apart figuur, hè, jongens, af en toe. Ik snap er ook niet helemaal wat van. Oké, Fred, holbewoner in de bosjes. Ik dacht dat ten eerste wij de enige waren op dit eiland. Maar we hebben natuurlijk ook nog Alfred, Martin, Fred en dan Benny de bouwer ergens. Ik weet niet waar Alfred is. Ik weet niet waar Martin is. Ik weet op het moment ook niet eens waar Fred is. Wat een goed begin van ons survival avontuur op dit eiland, jongens. Ik moet ook nog gewoon gaan beginnen met survival in het algemeen. Dat gebeurt ook niet helemaal. Laten we kijken bij het kamp van Fred, jongens. Dat is de laatste keer dat Fred hier ergens geweest is bij zijn kamp. Daar had hij een kampvuurtje gemaakt. En dit is de enige plek waar hij is. Fred! Hallo? Fred, ben je ergens? Ik hoorde dat je een holbewoner vriend hebt, maar waar ben je überhaupt? Er is hier niks, alleen maar jou... Afge... Wat hoor ik? Wat komt hier vandaan? Alfred! Hier ben je! Oh mijn god, Alfred, wat heb ik jou... Waar was je? Ik dacht dat je niet... Hoe lang ben je hier al? Ik ben de tel kwijt geraakt. Nou, in principe niet zo lang. 2 dagen nog maar. Ja, waarom had je me niet wakker gemaakt in de luchtballon? We zouden samen... Ja. Nee, ik was wakker. Ja, waarom heb je mij niet wakker gemaakt? Fred die zei, springen maar. Oh mijn god, we waren met z'n allen hier met de luchtballon naartoe gekomen. Waar is Martin? Geen idee. Jij bent naar beneden gesprongen, jij bent in je eentje hier naartoe gegaan. Jij hebt een grot uitgegraven. Jij bent al dino-botten alweer gevonden. Ja. En wat doe je hier? Het is, deze aarde is voedzaam. Ik heb het nog gezien. En het allerergste vind ik, je hebt nog steeds je bril niet gemaakt. Waarom maak je je bril nou niet eens een keer? Ik heb daar geen geld voor en geen tijd voor. Maar je graaft grotten uit je. Je kan dino-botten vinden. Hoezo, je hebt er geen geld voor? Omdat
Maakt niet uit. Alfred. Heb jij Fred gezien? Waar is Fred? Er bleek een holbewoner te zijn. Ik snap hem al. Jij leeft in een grot. Jij bent waarschijnlijk de holbewoner. Waarschijnlijk is Alfred de holbewoner, jongens. Holbewoner? Ja, Fred, die ik noemt je... Ik ben Alfred. Ja, ik weet dat je Alfred bent, maar waarschijnlijk noemde je een holbewoner, omdat je in een grot leeft. Is dit je huis? Nee, natuurlijk niet. Waar woon je dan? Hier. Kom, wil je niet bij ons gezellig wonen? Nee. Hoezo niet? Nee, ik vind het wel even goed zo. Ja, dat snap ik, maar waar is Fred? Ik heb geleerd van mijn fouten de vorige keer, ja? Dat moet ik wel weer verbannen. Ja, uit Content Veen ben je verbannen, dat snap ik natuurlijk. Alleen dit is een nieuwe wereld, Fred. We leven hier, of Alfred, sorry. We leven hier op een eiland en meer niet. Ja. Maar nogmaals, waar is Fred? Die ging naar huis, zei hij. Naar huis? Ben ik letterlijk langzaam gelopen? Oh mijn god, als ik 2 seconden had gehad, had ik gewoon Fred waarschijnlijk gezien. Hey Alfred, kom gezellig bij ons wonen. Hoezo niet? Nee. Wat heb je hier allemaal te doen? Je bent je zo eenzaam, man. Hoe overleef je het hier alleen? Ik vermaak me prima. Je vermaakt je prima. Hoe? Hoe vermaak jij je hier? Je bent Dino Bot in je eentje aan het uitgraven. Ja. En aan het zingen. En aan het zingen hoorde ik inderdaad. En? Oh, hoorde je dat? Wat vond je ervan? Ja, het was volgens mij... Oh, okay. Tijdens de botten ben ik ook verhaaltjes aan het bedenken. Want die ga ik opschrijven, want ik wil later een groot boek uitbrengen. Je wil later een groot boek uitbrengen? Ja. Wat voor boek? Een... De grote verhalen van Alfred? Nee. Nee. Gewoon een boek met avonturen. Okay. Ja. Vertel eens nou. Ik wil wat horen. Ik ben wel heel benieuwd. Wat voor verhaaltje heb je voor me? Maar echt waar? Ja, ik wil het horen. En als dat is, dan ondersteun ik je wel. Misschien geef ik je wel een lening voor dat je je eigen boek kan schrijven, weet je? Dat klinkt leuk. Okay. Dan wil ik wel investeren. Okay. Nou, ja. Hier. We kunnen ook wel hierboven bij Fred z'n kamp even zitten. Fred z'n kamp? Ja, Fred is hier een kamp opgeslagen. Hier. Oh. Heb je dat nog nooit gezien? Nee, ik ben alleen maar in die grot geweest. Nou, weet je, ik ga hier wel zitten zo. Vertel jij eens een verhaaltje. Oké. Komt-ie. Ja. Lang, lang geleden ging Max samen met een varken een spelletje spelen. Ze gingen naar een grote bal. En daar begon hun avontuur. Ah, wat ben ik blij dat we hier weer op zo'n grote ronde bol zijn, Robin. Het klopt ook. Het is ook heel logisch dat we blij. Hier zijn. Ja. Hoezo blij? Waarom ben ik hier nou weer? Ja, gewoon. Had je niet iemand anders kunnen bedenken, Alfred? Robin, hou gewoon je mond en doe mee. Ja, je hoort het, Robin. Alfred zegt gewoon dat je mee moet doen. Nou, Robin, gewoon luister naar Alfred. We gaan gewoon beginnen. Het is een verhaal over gewoon dat wij als 2 vrienden een parcours met z'n tweeën gaan halen zonder elkaar te slaan. We gaan niet zoals vorige keer. We gaan wel zoals vorige keer doen. We gaan 100% zoals vorige keer doen. Hoe moet je die sprong halen? Die is niet eens... Ik zie al waar we heen moeten. Nee, dat zie je helemaal niet. Jawel, ik zie waar we heen moeten. Nee! Ja! Oké, dan kan ik... Oh, ik zie dat we hier de boom in moeten. Oké, en dan... Poing! Ik heb hem. Ik wil als eerst checkpoint halen, want dan kan ik gewoon daarna veilig door. Ja, ik heb een checkpoint! Kom maar, het is veilig. Nee! Oh, dat heb ik gemist. Oh, je hoeft niet alles opnieuw te doen. Dat ja, wel waar. Nee, alleen dat kleine gedeelte hoef ik opnieuw te doen. We moeten over cactus moeten we springen. Als ik nou gewoon net het een voorsprong hou, dan... Hier, dat is het makkelijk. Oh, dat klinkt, dit is echt leuk. Oké, weet je, ik wacht al hier beneden. Ik ga wel kijken. Ik wacht gewoon rustig hier beneden. Wacht ik het af? Oh nee. Nee, waarom mag ik nou niet sneller? Ja, oh, trouwens, je kan gewoon hier springen. Doei. Oh. Dat hele parcours was nergens voor nodig. Robin, vind je het leuk om een Alfreds verhaal te zijn? Nee, ik vind het helemaal niet leuk, maar... Hoezo niet? Moet maar... Ja, checkpoint. Heb je checkpoint al? Heb je checkpoint al? Nee, die heb ik nog niet. Nee! Oh mijn god. Oh, hij doet het nog niet zo goed, hè, volgens mij. Hoe moet dit? Moet je dan hier landen? Oh, ik ben echt aan het winnen, Robin. Ja, maar dit is gewoon niet eerlijk. Ik heb echt het gevoel dat ik aan het winnen ben. Gevoel? Je bent aan het winnen. Hier, hoppa. Ga weg. Het gaat ook echt. Zorgen dat hij me niet hit. Oké, ik geef je een kleine voorsprong om het een beetje leuk te maken. Voorsprong? Ik heb een ontiegelijke... Nee! Zo vervelend ben jij. Dit is nou precies de reden waarom ik nu niet in deze video had
willen zijn. Nee, nee. Oké, nee, we gaan doorlopen, we gaan doorlopen. Nee! Oh, dit is eng. Oh. Ja, daar ging ik. Oh, nee, 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 nee. Oh. Okay, okay, ah, ik ben nee, 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 nee. Eindelijk. Gast, okay. Nu moet ik dit helemaal opnieuw doen. Nu moet ik dit legit helemaal opnieuw doen. En dan kan jij het rustig aan gewoon even halen. Jazeker. Nou, dat heb ik gewoon ook verdiend, ja? Oké, okay, we moeten dus blijkbaar gewoon... Oh, volgens... Nee! 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 Zo kun je niet zijn! Nee! Niet weer! Niet weer! Maar volgens de verhalen van Alfred... Ik ben benieuwd hoe het verhaal van Alfred gaat eindigen. Ja, ik ook. Want er moet een winnaar zijn, natuurlijk. Er moet een winnaar zijn. Zit je ergens achter te verstoppen? Nee, ik ben gewoon doorgegaan. Oh, je bent doorgegaan. Perfect. Je was ik helemaal sloeg niet je niet... Nee. Ja, we zijn wel niet doorgegaan, op professioneel. Ik ga door vast, ja? Ja. Ik ga echt door, hè? Oh. Ja, ja, ja. Ik vertrouw het niet. Oh. Nee! Oh, wat irritant! Ik dacht dat je echt door was. Ik vertrouwde je. Ik vertrouwde Doei. Je. Ik ben door. Ik ben helemaal weg. Doei. Je bent weer niet door, hè? Doei. Je was echt door. Kijk, je ging... Nee! Het is toch een klein stukje, dit. Ja! Nee! 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 Ja! Nee! Nee! Oei, oei! Oh, oei. Dat! Dat eindeloze slaan! Oh, nee! Wie gaat het in de naam? Ik haat dit slaan echt. Oh, no. Oh, 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 zo haat hij. Ja. En nu? Nee. 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 Hoe kan dat nou? Kom hier. Kom op het randje staan. Hè? Kom op het randje staan. Ja, kom op het randje staan. Doei. Hier, kom even hier. Nee. Oh, wat irritant. Ik heb een checkpoint. Oh, oké. Okay. Waar is checkpoint? Shit! Oh, je viel de lava, wat is dit? Een mega sprong! Ja, nu heb ik het. Oh, je bent er al! Nee! Nu heb ik de high ground, kom maar. Kom maar, ik doe niks, ik beloof het. Oké, okay, ik ga verder. Ja, natuurlijk ga je dan weer verder. Ik ga die halen. Ik spring. Nee. Oh mijn god, ik... Oh nee, ik ga die halen. Ja, ik heb een checkpoint. Nee. Oh. Kom maar deze kant op. Het is helemaal veilig. Het is helemaal veilig. Oh, dit kan je nog halen. Waar moeten we heen? Hierheen. Ik ga het parcours van Alfred halen. Ik ga het parcours... Hoezo dan weer het parcours van Alfred? Ja, dat is toch Alfred zijn parcours, of niet? Nee. Hij is toch helemaal... Wie dan? Ik dacht dat het van Alfred was. Waar ben ik? Oh. Ja, tuurlijk. Het slaat ook helemaal nergens. Nee, Je doet ook helemaal opnieuw toe. Ik ga... Ja, natuurlijk ga Doei. Ja, doei. Ik ben al thuis. Ja, ik ben ook thuis. Waar moeten we heen? Hè? Hierheen? Hè? Ik snap het niet! Weet je. Nee, waar moeten we heen? Ik snap het serieus niet. Hierheen. Oh! Nee, hou op nou! Ja! Oké. Het is helemaal veilig. Niks aan de hand. Ik spring weer verkeerd. Ik ben weg. Ik sta niet om het hoekje aan het einde. Je bent helemaal niet weg. Schrokje. Schrokje. Nee, check wat is hier. Check wat is hier. Ja, die heb ik. Nee. Nee! 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 Het slaat echt helemaal nergens op. Waar moeten we heen? Ja, terug. Nee. Hoezo terug? Waar moeten we heen? Jij slaat mij! Is dat het? Oh, dat was het serieus. Oh mijn god. Oh, nee. Nee! Waarheen? Nee, ik heb het sprongetje, zo'n simpel sprongetje niet gehaald. Ik ga snel door. Ik vind het zo spannend, het is voor de een of andere reden gewoon echt spannend, omdat je elkaar kan slaan. Ja. Hoe ben je daar boven gekomen? Oh, wie hier?
Nee. Stop. Stop met zo snel gaan. Stop met zo snel gaan. Checkpoint. Waarom ga je zo snel? Stop met zo snel gaan. Nee. Nee. Oké, okay, we zijn bij elkaar. Ben je nou blij? Ben je nou blij? Nee, dat moet ik helemaal niet! Nee! Oh, wat ben jij vervelend, zeg! Oh, wat mag ik jou niet! Mom, ik heb checkpoint! Ja, natuurlijk! Nee, maar dit is echt niet eerlijk! Oh, nee! Oh, waarom spring ik naar beneden? Dan moet ik ook opnieuw. Helemaal niet, je hebt toch een checkpoint? Oh ja, ik kan gewoon in de lava springen, inderdaad. Hallo! Oh, wat vervelend dit! Kom maar. Kom maar. Oh, nee, nee. Oh, oh. Ren maar langs. Ga maar langs. Nee. Oh. Ja, nee. Oh, mijn god, dat ben je. Oké, daar gaan we. Nee, nee, dan spreken we nog een verkeerde kant op. Nee, alweer. Oh, mijn god, nee. Ik zie niks. Nee, spreek weer de verkeerde kant op. Die checkpoint zit de verkeerde kant op. Waar moeten we heen? Hierheen? 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 Waar moet ik heen? Ik weet het niet. Huh? Ik snap het niet. Hier, volgens mij. Ja, hier. Ik heb hem. Ja, oh. Nee. Oh, ik ben in één keer de goede kant op. Au! Kijk hier. Hij gaat het halen. Hij gaat het halen. Ja, ik wil het halen, ja. Oei! Nee, ik ga het natuurlijk niet halen, want jij staat er in de weg. Kom op, je kan het. Ik vertrouw je. Vertrouw erop dat je het kan. Ik ben op je aan het wachten. Heel netjes. Ik zie het. Ik ben niet aan het doorrennen. Nee, ik ben niet over de lava aan het springen en weet ik wat voor gekkigheid allemaal. Dit wordt leuk. Nee. Ik ga niet slaan, ik beloof het. Maar je slaat al. Nee, ik ga niet slaan, ik beloof het. Ja. Daar. Oké, ik ga al. Waar moeten we heen? Oh, dit is weer echt zo... Ah, dit is weer veel te ver! Oh, mijn god, oké. Nee, niet weer op zo'n plekje bij elkaar. Dat gaat weer lang duren. Hoeft niet. Het hoeft inderdaad niet lang te... Kaartje echt. Nee! Ja! Ah, net op tijd. Oké, let's go. Ik ben al zo vaak die void ingevallen. Ja, jij nog nooit, volgens mij. Nee. Oh. Nee, wacht. Waar zijn we? Waar moeten we heen? Oh, checkpoint. Dat meen je niet. Ja, wat? Ik ben helemaal aan het begin van de map. Helemaal niet, je bent hier. Helemaal aan het begin van de map. Heb je checkpoint al? Nee, hè? Nee, die is hier. Allang, die is achter mij. Nee, die is achter mij. Helemaal niet. Ik heb die checkpoint al lang. Die is achter mij. Hou ze op. Nee. Kom maar. Ik haat mijn leven echt zo erg. Dan spring ik er ook nog vanaf. Ja, maar nee. 9 plus 10 is 21. Change my mind, 21. Huh? Wat moeten we hier doen? Waarom staat dat daar? Wat moeten we doen? Ik moet helemaal hierheen. Oh, zijn we helemaal ondergronds? Oké. Okay. Prima. Oh, nee. Nee! Nee. Wat? Val je? Ben je gefaald? Nee, ik heb jou ingehaald. Oh, het gaat... Waarom gaat het fout? Ik is zo simpel parcours. Ik heb het al 2 keer niet gehaald. Als jij... Oh, mijn god. Ik ben echt aan het stressen. Omdat jij er niet bent, wil ik het snel halen. Te snel dan dat ik kan. Nou, nee. Volgens mij is... Nee. Stop. Nee. Eindelijk. Nee. Nee, dat kan niet. Nee. Ik heb zoveel stress. Ik heb nooit zoveel stress in mijn leven gehad. Nee. Ga maar, ik sla niet. Nee, ik sla niet. Oké, dit sla ik echt niet. We moeten hem even halen. Nee! Ik ook niet! Oh, we slaan elkaar. Nee, we zouden niet meer slaan! Nee, klopt. Nu staan we niet. Dan moet jij weer terug. Oké, we slaan echt niet meer. Nee, ik zei toch, we slaan niet meer! Nee, dat klopt. Ik ook niet. Jij slaat mij! Ja, ik wil het laatste woord hebben.
Oh, mijn god. Als ik hem niet haal, haal jij hem ook niet. Oh, nee! Ja, okay, nee, nu heb je alle tijd. Nu heb je alle tijd. Oh, maar waarom haal ik zo simpel mijn koeien niet? Oh, mijn hemeltje, memeltje, demeltje, demeltje, klemeltje, demeltje. Ergens, ik kan niet zien wat er is gebeurd. Heel out of this world. Ben je nou weer onder me? Oh, mijn god, ze moeten hem helemaal opnieuw doen. Oh ja, er zit een onzichtbaar blok! Ja! Ja! Daar moet je er ook vanaf! Waarom denk je dat je dat niet vertelt? Nee! Nee, ik hou het simpel van koe niet, ik heb weer heel veel stress! Nee. Ik hoor... Hallo! Nee. Ik heb zoveel stress! Oh, ik zo simpel van koe! Helemaal met mijn benen heen en weer te gaan! Ik ook! Moet je omhoog kijken? Als een soort mol. Kom je omhoog kijken? Oh. Oh. Ik kijk raar in mijn ogen. Oh shit, daar gaat het eens. Als een soort mol kwam je omhoog. Kijk of ik er was. Oh, oh, oh. Nee, 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 nee. Dan moet hij helemaal opnieuw. Hoe dan? Had je een checkpoint? Ja. Nee, helemaal niet. Wel? Wanneer? Ja, ik teleporteer hier toch terug? Hoe dan? Ik dacht dat je hem niet had. Huh? Oh shit, je moet hier gewoon doorspringen. Gast, ik heb echt de tranen over mijn wangen heen. Ik ook. Niet meer. Oh, niet weer in zo'n grot. Nee, weer een te simpel parcours. Doei. Daar ben ja, ik. Ja, ga maar. Dat is mooi. Oh! Waar ben ik nou ineens? Oh mijn god, we zijn heel nieuw. Je weet niet waar jij moet, hè? Je weet niet waar jij moet, hè? Jij ook niet, hè? Jij ook niet, hè? Jawel, ik ben er al. Oh shit. Waar is checkpoint? Oh, waarom spannen wij dit op checkpoints? Dan kan ik hier niet trollen. Waar moet ik heen? Het is echt een, ja, het is een doolhof. Het is een doolhof. Moet ik hierin? Zeg ik niet. Waar moet ik heen? Ik weet niet waar ik heen moet. Ik weet niet waar ik heen moet. Waar moeten we dan heen springen? Ja, ja, dat deed ik ook. Dat deed ik ook gewoon. Oh. Nee, ook niet, want dan... Jawel, 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 jawel. Oh mijn god, ik haat je echt. En nu? Nee, ik mooi. Zit vast! Nu kan ik snel, nu kan ik snel, nu kan ik snel. Nu... Hoe kun je daar nou weer zijn? Waar moet ik heen? Nee! Oh! Oh! Oh, jij hebt hier wel gevonden, je weet waar we heen moeten. Jij valspeler! Oh mijn god. En nu sta je ook daar. Duurt het ook eeuwen voordat je terug bent. Ja! Ja, tuurlijk! Oh, Rakitic! Rakitic is een voetballer, toch? Ja, dat klopt, ja. Oké. Hallo! Waar moet ik heen? Over die pilaren dan hierheen. Nee, huh? Heb ik hem helemaal verkeerd gedaan? Ik heb hem legit helemaal verkeerd gedaan dan. Nou, dan mag je hem hebben nu ook, omdat je hem op een goede manier hebt gedaan. Ik heb hem gewoon op een andere manier gehaald. Nog een stukje verder. Nee, ik ging niet dood! Nu moet ik helemaal naar... Dit duurt alleen maar langer. Waar moeten we heen? Ik snap het niet. Waarom kan ik het gewoon niet vinden? Als ik het gewoon kan vinden, dan kan ik gewoon door. Maar, huh? Waar moeten we heen? Hè? Oh. Ah! Nee, waarom moet ik het ook ja, uitvinden? Oké, wacht, samen. Nee, je kan nee, je niet moeten slaan. Ik laat het gewoon ook niet toe. Oh, oh. Nee, ik had hem bijna. Als ik hem daar had, had ik hem. Waarom klinkt dat ineens alsof je door een snorkel heen praat? Alsof ik door een snorkel praat? Ja. Waarom sla je me nou? Daarom klinkt het alsof ik door een snorkel praat. Ga maar home. Doei. Oké, ik ben er. Doei. Ja, oh, dat is oneerlijk. Oh, dit is irritant. Ik haat deze sprongetjes. Ja, baba, ik heb hem. Oh. En dan zijn we veilig bij het checkpoint. Nee, kut. Waarom deed ik dat? Waarom wilde ik je slaan? Nu moet ik naar beneden. Nu moet ik dood. Nee, dit duurt te lang. Dit duurt te lang. Het duurt te lang. Ik sta hier al een tijdje en ik ga nu door voor de laatste keer. Het spijt me, ik weet niet waar ik heen moet. Oh.
Nee! Ik kom niet uit deze hoek. Nee, ik kom er niet uit. Waarschijnlijk moeten we hierheen. Doei. Ik weet het niet. Ik denk het, ja. Oh, jij bent de gewoon verkeerde kind. Ja, natuurlijk. Ja. Trappetje omhoog. Glowstone omhoog. Glowstone hier. Glowstone hier. Hier. En dan? En dan? En dan? En dan? Waar moet ik nou heen? Oh. Ja! Oh, oké. Okay. Oh, en nu? Huh? Oh, dit is het einde, Robin. Dit is het einde. Ik wil het parcours halen. Oh, het is een simpel parcours. Daar zijn we meestal niet zo goed in. Ja! Ik heb gewonnen! Echt geen leuk einde. Hoezo geen leuk einde? Nee. Het verhaal van Alfred, jongens. Het gaat om liefde. Het gaat om plezier. Het gaat om gewoon gezellig. Ik heb het niet meer. Ik ga ook gewoon weg. Doei. Ik wil niet meer in dit verhaal zijn. Tot de volgende keer. En tot later. Joejoe. Oh, er staat hier ook gewoon opnieuw spelen. Nee. En zo eindigde dit verhaal in een mooie wedstrijd tussen Max en het varken. Wauw, ja. Alfred, dat is een prachtig verhaal. Vooral, ik vind het einde vooral heel leuk van het verhaal. Hoe Max uiteindelijk de kwaadaardig varken wist te verslaan en de wedstrijd had gewonnen. Ja. Leuk, heel leuk verhaal. Dat is, weet je, hier moet je inderdaad een boek over schrijven. Vooral het einde. Ik vind het echt leuk. Maar en ondanks dat je hier alleen leeft al die tijd, Alfred, en die verhalen dus voor jezelf aan het maken bent en zo, vind ik toch dat je bij ons moet komen wonen. Dan gaan we zorgen dat Benny ook een huis voor jou gaat bouwen. Kan je verhalen altijd schrijven en dan kan je elke avond misschien, voordat Fred en ik samen gaan slapen, een verhaaltje in ons vertellen. Nee. Hoezo niet? Ik ga weer verder. Ja, Alfred, maar het was zo leuk. Het was zo'n leuk verhaaltje. Man, het maakt... Tot de volgende keer! Tot de volgende keer, Alfred! Nou jongens, laten we maar weer teruggaan naar Benny. Kijken of hij al verder is met bouwen en anders niet. Ik had afgesproken om met Fred natuurlijk gewoon dingen te gaan doen en zo. Maar uiteindelijk heb ik... Waar is Fred? En waar is Benny? Benny is nog niet verder gegaan. Ook al duurt het verhaal natuurlijk ook niet heel lang. Dus ik had niet verwacht dat er nu ineens een heel huis zou staan. Maar waar is iedereen? Benny? Fred? Hallo? Weet je jongens, dat is een probleem voor de volgende keer. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Hé, daar achter mij loopt Fred. Ik zag hem. Ik zag Fred lopen. Kijk, daar hebben we hem. Jongens, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker even niet te abonneren. Kijk nu lekker deze video. Dit is namelijk de video waarin we gestrand zijn op dit onbewoonde eiland. Hele leuke video om even te kijken. En nu spreek ik later. Glaasje water. Tot de volgende keer.